dat je weer kijkt en luistert naar Pauline Vertelt. Deze week is het raadsel. Deze achtkanten met bovenkruier lijkt Leids, maar is het niet? Ik ben benieuwd wat je had bedacht. Het antwoord dat ik zoek is de Broekdijkmolen nabij de Merenwijk in Warmond. De Broekdijkmolen ligt dus in Warmond en is dicht bij de Merenwijk. Over deze Broekdijkmolen ga ik je nu meer vertellen. Op deze pagina zie je de tijdsboog van Blink en de plattegrond van Leiden van Google Maps. De eerste molen op de plek van de Broekdijkmolen is gebouwd in 1625. Op het kaartje zie je de plek van de Broekdijkmolen. Als je wandelt om het golfterrein nabij de Merenwijk, dan kom je langs de Broekdijkmolen. De eerste molen bestond al 3 eeuwen voordat de huizen van de Merenwijk zijn gebouwd. Op dit kaartje van topotijdreis.nl staat in 1877 voor het eerst de molen op de kaart. Het wordt de watermolen genoemd. Als je onder de watermolen kijkt, zie je dat de Broekweg toen ook al bestond. Het was een zandpad tussen de molen en het landgoed Boelgeest in Oestgeest. Bij de kaart uit 2018 zie je nog steeds een plaatje van een molen staan. De molen staat in het grondgebied van Warmond en is dus helemaal niet Leids. Als je wandelt langs de molen, wandel je dus in Warmond. Gek, hè? In 1625 heeft men een wipmolen gebouwd. Dit is een oude type woldpoldermolen. Het is gebouwd in het jaar dat de Broek- en Simontjespolder werd gevormd. De wipmolen bemaalde deze polder. Dit betekent dat de molen ervoor zorgde dat het water op de juiste hoogte bleef. Hierdoor kon voorkomen worden dat de polders rondom Leiden niet overstroomd werden. Deze foto is een voorbeeld van een wipmolen. Deze staat op de Kinderdijk. De molen wordt helaas niet goed onderhouden. En om die reden wordt onze molen vervangen in 1840. De molen is nu een achtkanten met riet bedekte bovenkruier. Het heet achtkanten omdat de molen 8 kanten heeft. Vanaf 1970 wordt de Leidse Merenwijk gebouwd en wordt de polder heel veel kleiner. In de nacht van 12 op 13 november 1972 woedt er een enorme storm over Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, België en jawel, Nederland. Zo'n 5 miljoen bomen werden door de storm ontworteld en er overleden 54 mensen in alle genoemde landen. De molen, onze molen, slaat deze nacht op hol door de storm. Men weet de molen te stoppen met heel veel moeite. 'S Ochtends smeulen de vangstukken van de molen nog steeds na. Om te voorkomen dat de molen in brand vliegt, koelen ze deze vangstukken. Helaas brandt een dag later toch de molen helemaal af. In dit krantenartikel van de Nieuwe Leidse Courant in 1972 is te zien hoe ernstig het was. Rechtsboven kun je zien hoe de molen er voor de brand uitzag. Gelukkig blijkt er in Haarlem een overbodige molen te staan, waarvan de bovenkant precies op de onderkant van de Broekdijkmolen past. Op de foto zie je dat de Haarlemse bovenkant op de Warmondse onderkant wordt gezet. Dit gebeurt zo'n 2 jaar na de storm in 1974. Na het plaatsen is er zo'n jaar nodig geweest om de molen geheel te restaureren tot de molen die nu in de polder staat. De molen doet het bemaalwerk tot in 1986. Daarna hoeft het deze taak niet meer te doen. Volgens de website van de Rijnlandse Molenstichting is er een gemaal gekomen die het werk doet. De molen wordt eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. Op het bord bij de molen staat dit plaatje met uitleg van de molen. Ik heb de nummers even wat groter gemaakt, zodat je het makkelijk kunt lezen in dit filmpje. Nummer 1 geeft aan wat de wieken zijn. Bij 2 zie je de bovenas van de molen, die weer aan het bovenwiel, nummer 3, is gekoppeld. Je ziet dat er ook een vangstok bij zit, nummer 11. Vervolgens zit dit weer vast aan het systeem van de koningsspiel. Nummer 5, waar de bovenschijfloop nummer 4 weer bij hoort. Onderaan de molen zie je het scheprad, het grote rad van de molen. Nummer 6 is de wateras van dit rad. Het water wordt namelijk geschept uit de polder. Achter de molen zie je bij nummer 9 de staartbalk, waar de kruihaspel aan vastzit. Bovenaan zit de vangstok.
Maar ja, hoe werkt dit nou allemaal? Het scheprad gaat draaien doordat de wieken gaan draaien. Ze zijn dus aan elkaar verbonden via de koningsspil. De planken van het scheprad scheppen het water steeds weg. Hoe groter het rad van een molen, hoe hoger het water geschept kan worden. Door de molens en de sloten in de polder is het water uit de polders gehaald en zakt het veenlandschap langzaam in. In Zuid-Holland wonen we in Laag Nederland, waar het land dus laag ligt. Het land wordt Laag Nederland genoemd als het water 1 meter onder normaal Amsterdamse peil NAP ligt. Het NAP wordt gebruikt om aan te geven hoe hoog of hoe laag het water ligt ten opzichte van de vastgestelde waterstand. Er zijn ook mensen die in plaats van normaal Amsterdamse peil, nieuw Amsterdamse peil zeggen. Dit komt omdat het normaal Amsterdamse peil het nieuwe peil was. Op dit moment wordt het Broekdijkmolen nog steeds goed onderhouden. In 2010 is er een groot onderhoud gepleegd en ook in de jaren erna blijven herstelwerkzaamheden plaatsvinden. De zoon van de vorige molenaar is nog het steeds betrokken bij deze. Het land wordt Laag Nederland genoemd als het water als 1 meter onder draait, normaal Amsterdamse peil open zijn NAP voor bezoekers. Ook kun je op afspraak een kijkje nemen in de molen. De molen is jaarlijks geopend op Nationale Molendag in het tweede weekend van mei. In 2020 is deze dag geannuleerd vanwege het coronavirus. Het ging dus niet door. Via Airbnb kun je zelfs logeren in het vrijstaande huisje naast de molen. Wat natuurlijk een unieke plek is om een nachtje te slapen. Bij het raadsel van de week stel ik aan het einde normaal altijd vragen in de klas. Deze keer doe ik het dus ook in het filmpje. Weet jij de antwoorden? In welke plaats staat de Broekdijkmolen? Welke soorten molens hebben op deze plek gestaan? Hoe heet de polder waar de molen staat? Dit was mijn verhaal over de Broekdijkmolen. Ik hoop dat je het leuk en interessant vond. Vertel jij wat je over de Broekdijkmolen hebt onthouden verder aan anderen? Verspreid de informatie. Ik ben wel benieuwd wat jij gaat doorgeven. Dit was Pauline Verteld voor vandaag. Tot de volgende keer!